Ja, hier is weer Marcel Positivo. En tussen alle nare berichten door, ook nog eens een keer een leuk nieuws. Want een eekhoorn trekt melktand van een meisje in Auckland. En dat is wel een grappig nieuws. Dat is ook een beetje luchtig, om het zo te zeggen. Alle dramatische gebeurtenissen is het ook wel even af en toe tijd. We moeten natuurlijk alles niet vergeten wat er om ons heen gebeurt. Maar af en toe moeten we ook even een beetje stilstaan bij leuke momenten en wat luchtige momenten. En dit is natuurlijk een leuk verhaal. Meestal vallen melktanden er vanzelf uit. Dat weten we alles van als klein kind. Ik kan me dat ook nog heel goed herinneren. Maar je kunt de natuur een handje helpen. Een 6-jarig Canadees meisje en haar vader besloten om een hongerige eekhoorn het werk te laten doen. Dat is natuurlijk wel heel ludiek. En ook wel bijzonder om dat op die manier, op die wijze te volbrengen. Vorige week gingen de twee naar een park in de Canadese stad Montreal. Ze hadden een graanreep, flosdraad, papieren, zakdoekjes en een camera meegenomen. En ze maakten het flosdraad aan de ene kant vast aan de loszittende melktand en aan de andere kant aan de kraanreep. Dat is wel heel erg grappig. En die legden ze op een bankje in het park. Het duurde niet lang of een eekhoorn grispte de reep mee en trok uiteindelijk zo het melktandje van het kleine meisje uit. Nou, ik vind het ontzettend leuk en lief moment. Een moment wat je moet koesteren. En natuurlijk ook zowel voor het kindje een bijzondere ervaring, maar ook zeker voor de vader. Maar wat dacht je van het eekhoorntje? Het eekhoorntje die lekker kon genieten van een heerlijke graanreep. En dat was eindelijk een keer even wat leuk nieuws tussendoor. Tot de volgende keer.